Eigenlijk zouden de elektrische fietsen maar bij een paar VVV's verhuurd worden, maar veel toeristenbureaus waren enthousiast. Daarom zijn ze sinds deze maand te huur in heel Midden-Nederland. Verslaggever John testte vandaag de fietsen uit op de hobbelige Wijnstraat. Fietsen in deze regio, met name als je buiten de stad zit, dan zit je nog eens een keer op het open vlakke land. Dat betekent veel wind. Je hebt altijd wind tegen. En op deze manier kan je gewoon op een heel comfortabele manier de regio gaan verkennen. En ook vanuit de regio Dordrecht gaan verkennen. De fietsen rijden op een accu die bij normaal gebruik ongeveer 60 kilometer meegaat. Om te voorkomen dat je in the middle of nowhere opeens stilstaat, is er bedacht om overal in Nederland accu-wisselpunten neer te zetten. Nou, er is een site van VVV Nederland, vvv.nl/fietsen. Maar je kan ook VVV-fiets intoetsen, dan kom je ook al op dezelfde site. Er zijn alle verhuuradressen en er komen ook alle accu-wisselpunten komen erop te staan. Veel mensen moeten nog steeds een drempel over om op zo'n fiets te stappen. De fiets zou niet hip genoeg zijn. Maar door een nieuw en strakker ontwerp hoef je niet meer in te zitten over je imago. Ja, we gaan een estafette gaan we organiseren om aan te tonen dat je makkelijk met deze fietsen grote afstanden kan afleggen. En dan gaat de marathon gaat starten in Den Haag op 10 mei. En dan fietsen we iedere dag fietsen we een afstand. En dat gaat door tot 23 mei, wanneer de finish in Roermond zal zijn. En op 13 mei starten we hier in Dordrecht. Ja, zo'n hellingje is ook een fluitje van de cent, hè? Om de fietsen te promoten organiseert de VVV een estafettetocht. En die tocht voert ook door Dordrecht. Ja, zeker. Het was natuurlijk vroeger was het een beetje een oude dames idee, hè? Een fiets. Maar dat is net zoals met auto's met automaten. Dat is tegenwoordig ook helemaal trendy om die wel te hebben. Parkeerhulp op een auto is helemaal hip. Nu mag je binnenkort mag je ook op een fiets met trapondersteuning gaan, mag je gewoon fietsen. Het is gewoon comfort. En het zijn trendy fietsjes. Dus je rijdt helemaal niet voor gekker. Zo'n moderne e-bike kost €19,50 per dag en ze staan bij Intree en Hotel Bellevue. Binnen een jaar moeten overal in het land dit soort fietsen te huur zijn, zodat je hele lange tochten kan maken.